Hebrew man Ofer Golan, geboren en getogen in Israël, woont 5 jaar in Nederland. Hij heeft ontdekt dat zijn gewoontes en gebruiken afwijken van die van de Nederlandse Joden. Hij gaat op zoek naar de verschillen. Deze aflevering, een zoektocht naar de gebruiken van de mezuza. Hallo, hi ima. Ken, taliti ta mezuza shesavta shelcha li, ken, ken. הבעיה היא שאני צריך עוד 6 מזוזות, כי על כל משקוף צריך להיות מזוזה. ובהולנד זה קצת יותר יקר מישראל. כן, אני אנסה לבקש הנחה. טוב, אמא, אני חייב לזוז, אני באמצע עבודה. ביי. תודה שסבתא. Joodse families hebben een mezuzah aan de deurpost hangen. De mezuzah is een hulsje, met daarin een perkamentrolletje. De mezuzah herinnert de Joden op elk moment van de dag aan de aanwezigheid van God. Shalom. Shalom. De Hebrew man. Menachem. Ik begrijp dat mensen normaal gesproken aanraken de mezuza. Ja, als mensen langs in de mezuza lopen, dan raken we het aan en dan geven we het een kus. Een van de redenen die daarvoor wordt gegeven is dat als wij het huis binnenlopen, dan willen wij ook laten zien dat dit huis is een Joods huis. En wat houdt in een Joods huis? Dat het Hashem, God, dat is het middelpunt van het huis. Dit is alleen het hulsje. Het hulsje is eigenlijk niet belangrijk. Je kan hem ook gewoon ophangen, maar dit is ook een beetje een bescherming. Oké. Als je wil, kan ik je ook laten zien hoe er eentje van binnen uitziet. Wil je dat zien? Ja, daar ben ik benieuwd. Ja, ik heb hier een hele collectie. Dit is dus hoe het wordt geschreven. Dit is een veer, een ganzenveer. Die doopt de sofer, de schrijver, doopt het in het inkt. Dan begint hij met schrijven. Dat is niet zo even 1, 2, 3 geschreven. Dat duurt wel ongeveer, ik denk dat hij hier ongeveer wel ruim een half jaar, een uur over doet om dit helemaal netjes te schrijven. Want er zijn... En dat is altijd hetzelfde tekst? Altijd dezelfde tekst. Maakt niet uit of de woonkamer of de... Ja, klopt. Overal, elk huis, elk Joods huis heeft dezelfde tekst. Maar wat gaat de tekst over? Nou, de meest bekende pasuk, een van de meest bekende pasuk, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dat het luister Israël, Hashem, God, is onze God. Hashem is één, er zijn geen andere goden. En alles één is niet alleen dat er één is en niet andere, maar ook dat alles op de wereld is Hashem. Oké, dan zal ik je uitleggen. Kijk, je moet zeg maar de deurpost in drieën verdelen. Nou, dit is ook weer drie. En dan bij de derde, bij de bovenste derde, daar hang je hem op. Aan de onderkant van de bovenste derde, dus dat is het vier, ja. Verdeeld. En dat zit altijd zo scheef? Ja, hij zit altijd scheef. Een van de redenen daarvoor is, omdat er een meningsverschil op de mezuza recht moet hangen, of, scheef, of horizontaal of verticaal. Dus ze hebben een compromis gevonden, hangen we een beetje schuin. Dus de ruzie tussen twee Joden, dan hebben we... De Joden hebben nooit ruzie. Nee, discussie, sorry. Discussie. De betekenis van de mezuza begint duidelijk te worden. Maar wat staat er nu eigenlijk op de klaf, de perkamentrol binnenin? En wie heeft dat geschreven? Wat betekent het woord mezuza? Gewoon deurpost eigenlijk. De zijkant van de deurpost, ja. Dus het eerste moment waar je binnentreedt, dat is die deurpost. Je loopt langs die deurpost. Dat heeft natuurlijk ook iets te maken met de deurposten in Egypte. Die werden ook met bloed besmeerd en dat was een soort bescherming. En dit is dus een koosjere? Ja, dit is een koosjere mezuzah. Okay. Je ziet, het is een vrij grote, je hebt ook kleintjes. Ja. Betekent dat het duurder dan? Dat hoeft niet per se. Hoe groter, hoe duurder, dat hoeft niet per se. Ja, het klap is wel duurder, maar vergeleken met het werk wat je hebt, valt dat bijna net niet. Het is een stuk klein, maar als je kleiner schrijft, moet je dus beter je best doen om al die kleine onderdeeltjes te schrijven. Groter gaat wel makkelijker. Dus als je een kleinere mezuzah hebt met al die kleine onderdeeltjes die je daar hebt, hier is een aantal weggelaten, die je daar hebt, dan heb je daar gewoon veel meer tijd voor nodig. En dan zal in principe dat wel duurder kunnen zijn. Okay. Dus dat is niet noodzakelijk zo. Nou, ik dank u voor die tijd. En voor alle informatie. Ja. Onze Hebrewman weet nu al veel meer over de mezuzahouder en de perkamentrol binnenin. Op naar een winkel. De mama van de Hebrewman heeft opdracht gegeven om meer mezuzot voor zijn huis aan te schaffen.
Hier heb ik een verzamelingetje. Kijk, in deze is van glas. Dan kunt u meteen de klaf zien en lezen. Okay. Deze zijn voor een kinderkamer. Deze zijn van metaal. Dit zijn hele luxe, zilveren. Dus dit is waarschijnlijk het duurste? Die zijn vrij duur, ja. Okay. Deze ook. En dit zijn beetje strakke, voor wie van een beetje modern design houdt. Hout, wat traditioneel van steen. En dat komt allemaal uit Israël? Of? Sommige komen uit Israël, sommige komen uit Nederland. Oké. Okay. Heeft u thuis ook mezouza? Ik heb thuis ook een mezouza, ja. Op elke deurpost? Eerlijk gezegd niet op elke deurpost. Je wil deze graag hebben? Ja, dat wil ik graag hebben. Oké, dat is prima. Ik zal het eventjes... Ik zou ook 6 nemen, maar ja, ik krijg geen korting, dus ik moet ervan nadenken. Hè? Is goed, is okay. Goed. Nou, we hebben ze altijd op voorraad, dus en we zijn bijna alle dagen geopend. Dus. Oké. Nou, dit was de Evil Man. Tot de volgende keer. Ja, bye.